komt hij. Oh wow, nice! Bram, in de buurt. Zit hier mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bram in de buurt. Vandaag zijn we op Slam Koningsdag in Alkmaar. Het is super gezellig en leuk. En dit keer is de vraag: wat is jouw handelsmerk? Ik sta hier naast Menno en Huub. Nee, Björn. Rens en Björn. Rens, jij bent Rens. Ja, dat is Björn. Björn. Björn Rens. Ja. Björn of Björn? Björn. Björn. B-J-U. B-J-O met puntjes, dubbele O. Dubbele puntjes op de O. En dan R-N. Björn. Björn, waarmee hengel jij de vrouwen of mannen binnen? Oh, zo. Hé, hey, wat goed. Rape. Dames, wat is jullie handelsmerk om de mannetjes binnen te hengelen? Billen. Jee, de thumbnail is binnen. Mijn haartjes. Mijn haar zijn wel smooth. Nee, ik weet het echt niet, man. Mag ik eens voelen? Gewoon even. Ja, nice. Ik even ja, tuurlijk. Zo, zie ik smooth nu weer, of niet? Lekker. Oh, je hebt hele vette handen. Heb je patat gegeten? Nee. Volgens mij, laat ze ruiken. Je hebt patat gegeten. Ja, ik heb patat gegeten. Het zit in mijn haar. Ja. Geef ze de blik. En dan komen ze wel. Woehoe. Ja, wil je nou iemand versieren? Gewoon. Oep. Hoe spel je sinaasappel? Ik doe wel. Ik zit VWO bij HAVO. Oké, S-I-N-A-S. Nee. Dat is fout. S-I-N-E. E. Als je nog groente en fruit willen komen, moet je er gewoon naar mij komen. Ik sta op zaterdag, Daagse Markt, eerste rij, groente en fruit. Courgettes ook. Watermeloenen, alles. Pompoen. Pompoen ook, alles. Radijs. Alles. Aardbei. Alles. Peren. Alles. Verzin wat? Kwaven. Ja, verkoop ik ook. Surinaamse handen ook, ja. Passievrucht. Passiefruit. Bakkeljauw. Bakkeljauw niet. Ik ben geen visboer. Wij gaan weer door. Kijk, daar komt Victor Mid, daar komt Perkamentus. Ja, het was Harry Potter. Oh man, okay. Zeg maar te gek. Ook gewoon gek. Hij hoort het. Hey. Dus Victor Mids van Mindfuck is dit. Ja. Dus Victor Mids van Mindfuck. Doe eens een trucje. En jouw handelsmerk? Mijn snor. Ja. Willen jullie aan mijn snor voelen? Nee. Goed. En dan is het nu tijd om te twerken. Oké, let's go! Yeah! Heb je hem? Yes! Dit was Bram in de buurt voor deze week. Volgende week zijn we er weer met weer een brandende vraag. Ik zou zeggen tot dan. En zoals we altijd zeggen... Joejoe! Dat voelt goed.